Yo, Mr. Vernield Jewers, en welkom bij een History Park. En zoals je ziet, sneeuwt het hier, want het is december. Ja, ik sta hier even squat. Oké, het is december, dus hier en daar is wat kerstversiering en kerstmuziek, zoals je hoort. En zoals jullie zien, ook de nodige sneeuw. Ja, op sommige plaatsen toch, hè? Alleen maar hier. Dus we gaan even door. En hier is de kerstboom. Sneeuw bij mij, bij u niet? Bij mij wel. Bij mij ook. Het café is ook ingericht. Ja, het café is heel mooi geworden, mensen. Ja, de muziek binnen is nog altijd, ik moet zo hebben. Had ik vergeten, maar dat zal ik nog wel voor andere mensen nog weer eens. Hallo party people, this is your captain. Komt het naar een kerstnummer. Ik moet er nog bij, wanneer komt deze video online? Volgende week of zo. Nee. Mensen, op History Park nu VIP voor €9,99. Tijdelijke deals, dus kom snel naar History Park. Of bestel nu jullie VIP rank op deze site. Dank u, Jens, terug naar Jens. Die zijn met zijn reclame van de Aldi al. Nou, we gaan naar de Main Street, hier sneeuwt ook. En hier is ook nog kerstmuziek. Ja, maar het is niet overal, mensen. Ja, lantaarns zijn veranderd, er ligt wat sneeuw. Het dak van de carousel is aangepast. Yes. Er hangen kransen in de Main Street. Maar de muziek is niet overal. Dus de muziek stopt hier. En hier is weer de normale muziek gewoon. Ja. Dan maken we nu terug zin. Ja, doe maar. De time travel, de time machine is ook in kransen gestoken. En, Zwinter staan de fonteinen uit en is het bevroren. Ja, hier zie je de mensen nog eens een keer. Met klaarlichte dag, want dan was het grijs. Oké, dat was dus kerstmis. Dus wat er hier met kerstmis te doen is dit jaar, niet veel. Maar volgend jaar wil ik wel wat meer doen. Maar... Ja, een event of zo, mensen. Ja. Maar we gaan nu naar Ice Age weer. Park ijs melt. In Ice Age sneeuwt het ook als het regent. Dat is ook gefixt geweest. Oké, we gaan even te voet naar de plaats waar we... Het bord wordt er allemaal al. Ja, nee. Dus de Bob was al gereed. Die Bear Ride was gereed. En... Dan was de Matterhorn, die Matterhorn, Mount Terror in bouw. Maar de eerste volgende ingang die we weer tegenkomen is die van de Cave Lion. Dat is die van de Rups. Ja, de Rups. Ja, in een grotte thema van ja, een Cave Lion en dat ligt een beetje onder de grond. Een Rups onder de grond vind ik wel een creatief idee. Dus hij ziet er ook wel nice uit van binnen. En dan gaan we hier de grot uit. En dan is hier de Mount Terror the Barrel. Zie je deze grote berg? Ja, dat is een racer. Ja, dat was trouwens een idee dat al last minute bepaald was. Deze heeft nooit op de planning gestaan, deze achtbaan. Hij is hier wel gekomen. Verder. Het gebied zelf is klaar. Kom enkel nog... attracties. Dus voor de rest wordt er ook in het gebied niet meer uitgebreid hier. Dan hebben we hier de 4D Ice Age. Ice Age 4D. De show van het gebied. Ja, die niet gaat werken. Het is een film. Dus. En hier zijn de wc's te vinden. Het horecapunt. Waar een ijssalon is. Scratch ijssalon. En een souvenirwinkel. Ja, wat even appel. Ja, dat is er eigenlijk te vergelijken met de Octopus of die winkel is nog fixen. Of tegenwoordig de Fabula Hall van de Efteling. En dan is er hier een glijbaan. Ja, een waterglijbaan eigenlijk. En dan zijn we nu nog bezig met deze attractie hier. De Ice Age Avenger. Afgeleid van die van Moviepark. Allee, die daar in Moviepark gestaan heeft natuurlijk. En dan komt er nog de waterglijbaan, die komt daar.
Dus we zullen de wachtrij in het station van de attracties showen. Al. Ja, eerst krijg je hier een paar zigzaggen. Een grote thema met een gat daar. Mensen, wat zijn het allemaal aan het showen dan niet mag? En dan komen we in het station, een groot station met bomen, goed gedaan. Ja, maar de perspect weet ik nog niet. Ja, dat is goed. Ja, ik heb het, we hebben het afgesloten, Jens, dus eigenlijk mooi om niet laten zien. Ja, de attractie zelf, dat is voor de opening zelf. Daar wil ik nog niets over kwijt. Oh! Ik heb een loot! Helemaal skelets. Het gebouw is zo groot. Kijk, dit is het hele gebouw. Very big. Maar er zitten geen afdalingen in. Het is eigenlijk gewoon een rondvaart met effecten. Zoals de Fata Morgana eigenlijk. Want als er, daar is het Avenger van Movie Park vroeger, die had wel een afdaling, maar. Ja, dan hebben we te veel. Super splashen. Die Dark Ride van Gouwe, die krijgt ook een splash. Twee splashen, dus hier niet. En ja, hier is dan ook de Ice Slide. En dan wordt een Spinning Rapids. Zo ja, een brede waterglijbaan met ronde boten. Zoals die van Park Asterix. Hansa Park heeft zoiets staan. Dat is niet spectaculair zoiets, maar ziet er wel leuk uit. Ja, inderdaad, Appelmans. Ja, Scrat is in the house. Zaken voor later, jongen, die shit. Nee. We willen tegen de winter dit nog allemaal openzetten, dus mensen, vergeet zeker niet Discord in de gaten te houden. Ja, klein. Ik heb in de chat op Discord merendeel, dus join die zeker, inderdaad. Kleine mededeling. En dan van alle nieuwigheden in het park. Ja, kleine mededeling nog is dat de server vanaf januari gaat sluiten. Daar is niet een bepaalde reden voor, gewoon omdat echt de park genoeg dicht zijn om die periode, dus dan doen we dat ook even. Dus moest dit gebied nog openen, dan zal dat deze maand nog zijn, en anders als we dat niet zouden halen, dan is dat voor maart. Maar dat zou nog wel te doen moeten zijn om het gebied. Ja, we zijn al ver, nog maar twee dingen. Enkel die dark ride en de glijbaan en nog wat afwerking. Ja. En de casies. Ja, mensen, voordat je het weet is die dark ride klaar, die glijbaan, dat zal niet veel werk zijn. Dus dan. En hier wil ik dan een plek vrijmaken voor volgend jaar kerstmis, dan zet ik hier een bandenglijbaan. Dus dan, ja, hier een grasveld of met bomen, dan komt daar een glijbaan. Maar dit was alles weer en het kerstseizoen. Ja, in veel pretparken is dat balen dit jaar. Europa Park en Fantasialand bijvoorbeeld, dat kan niet doorgaan. De Efteling voor het moment nog wel. Dus dat is goed. Maar voor nu tot de volgende video in History Park en ciao.